Het ministerie van Financiën meldt in het persbericht dat Suriname een aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het vlak van fiscale transparantie en het verschaffen van kwaliteitsinformatie. Dit ondanks zij de minimumstandaard van dit jaarlijks rapport nog niet heeft gehaald. Tot deze conclusie komt het zojuist gepubliceerde fiscale transparantierapport van de US Department of State. Suriname komt hierdoor speciaal in aanmerking voor een benoeming met net als 10 andere landen. De landen die deze speciale benoeming te beurt vallen, hebben al een veel vooruitgang geboekt op de gebieden van de fiscale transparantiestandaard, opgesteld door de State Department. Deze zijn openbaar beschikbare begrotingsinformatie, nagenoeg voltooide begrotingsinformatie, betrouwbare begrotingsrealisatiecijfers en transparantie ten aanzien van contracten en gunningen in de natuurlijke hulpbronnensector. Het rapport verklaart dat Suriname tijdens de verslagperiode aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt door de aanname van de wet op de jaarrekening in september 2017, die alle staatsbedrijven en alle bedrijven in het algemeen verplicht om jaarrekeningen te publiceren, te beginnen in 2020.